Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 15 maart 2013. Ik heb zojuist een e-mail gekregen van MIV Leiden. Dat is een vereniging voor imams. Zij willen helemaal niets met mij te maken hebben. En die reactie op mijn werk is echt monsterlijk. Het is niet alleen onbeschoft naar mij toe, maar het betekent ook nogal wat. Ten eerste gaat het hier nu om de dood van de jonge Anas Urach. Die imams die zijn betrokken geweest bij zijn begrafenis. Ik heb het een en ander uitgelegd over corruptie vanuit Den Haag. Die Hague Security Delta, burgemeesters, politici, parlementsleden, mensenrechten.nl. En op dat lobbyplatform achter het internationaal strafhof staat natuurlijk het ministerie van Veiligheid en Justitie, maar ook het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. Dus als er sprake is van corruptie en die jonge Anas is wel degelijk vermoord en zijn vader blijft ook denken dat die jongen vermoord is, dan moet de waarheid op tafel komen. Maar nu blijkt uit de werkwijze van MIV Nederland dat zij echt partij kiezen voor het criminele lobbyplatform in Den Haag. En ik ben daar een beetje misselijk van. Ik had het ook niet zo verwacht, want ik e-mail ook met Jalal TV en zij willen weten wat ik te vertellen heb. En dat is ook juist. Binnen mensenrechten.nl werkt ene Glenn Helberg. En hij is bestuurslid van minderheden.nl. Dat is het landelijk overleg voor minderheden. Die organisatie die treedt dus op om de belangen te behartigen van allerlei soorten buitenlanders die in Nederland leven en werken. Nou, die organisaties die willen dus dat Nederlanders als ik worden gefolterd en vermoord. Nou, daar heb ik grof de pest over in, want ik ben dus wel goed genoeg om als Nederlandse vrouw het leven van buitenlanders kwalitatief te verbeteren, maar als die buitenlanders moeten erkennen dat ze aan tafel zitten met moordende politici, dan kiezen ze ineens partij voor moordende politici. En zelfs als dan de dood van een 13-jarige jongen daar onderdeel van uitmaakt. Nou, ik ben daar een beetje niet goed van. Het is ook te laat. Ik had net de FBI ge-e-maild. En als ik de FBI e-mail, dan volgt daar meestal wel wat op. Het is namelijk voor de FBI van groot belang om te weten hoe corrupt het Nederlands Forensisch Instituut is op het lobbyplatform achter het internationaal strafhof. De FBI is, laten we zeggen, 50% corrupt op dat lobbyplatform, terwijl Europol, Interpol en ministerie van Veiligheid en Justitie en al onze andere ministeries 100% corrupt zijn. Ik denk dat het tijd is om de moslims of de buitenlanders in Nederland even te ontnuchteren. Want er zijn heel wat Nederlanders die een slechter leven leiden dan de buitenlanders. En het is toch ook wel tijd dat die buitenlanders dat eens een keer gaan aanvaarden. Ik moet even afwachten. Ik heb de Jalal TV ge-e-maild met de mededeling dat ik de FBI heb gevraagd eens naar de zaak te kijken. Nogmaals, ik weet niet of ze dat doen. Zo, ik heb wel macht. Ik sta binnen de FBI headquarters in Washington. Op de plank bij de terrorismekandidaten. Maar dan ook bij WikiLeaks en bij het internationaal strafhof. Dus ik ben overduidelijk geen bedreiging voor de FBI. Want dan hadden ze me al lang verhoord. Integendeel, ik krijg wel eens wat waarheid. En volgens mij komt dan die waarheid indirect via de FBI. Nou hoop ik van harte dat ondanks de gruwelijke mentaliteit van de MIV Leiden, de vader van Anas toch duidelijkheid krijgt over de corruptie binnen het Nederlands Forensisch Instituut. Ik stop, want ik word hier toch eigenlijk wel even.